voor mij, ja. Ik zit al een aantal jaartjes in de BMX. Al heel lang, zelfs. En Wieke en Horsten hebben ze natuurlijk dicht bij huis. Maar Tiel, hier in Tiel, tijdens deze mooie, schitterende zonnige dag, de 16e verkoop. Hey, je wordt nooit moe van al die huldigingen, daar geloof ik niks van. Nee, dat dacht ik. Het is natuurlijk het mooiste evenement, maar toewerk, de Olympische Spelen 2012 en voor jou natuurlijk de eerste, maar zeker. Zeker niet de laatste, Laura. Nee, niet de laatste. Dat denk ik. En jij kan misschien de opvolgende jeugd, wat hier allemaal staat, en de riem onder de hart steken voor wat zij ervan moeten doen om in hetzelfde. Ja, hoe moet ik zeggen, je bent al zo vaak gehuldigd en zoveel feestjes mee gemaakt te hebben. Met deze rijders waren er niet bij. Wat kun je hun zeggen voor de toekomst van je mensen? Heel veel plezier en hebben wat je doet. Dat is belangrijk, fijn en dan kom je eruit. Kijk, maar eventjes nog eventjes. We gaan verder. Maar één groot applaus. Nog één keer voor Laura. Ja, wat ik al zei, ik ben denk ik de 37e die jou probeert te interviewen. Je hebt al zoveel interviews gehad. Zelfs buitenlandse interviews. Maar ja, dat hebben we allemaal mee mogen maken. Zowel achter de PC als achter de TV. En ja, we kunnen die vragen blijven stellen. Hoe was het nou voor jou? Alles daar in Londen was echt geweldig. Eén grote ervaring sowieso al mee te maken. En dan ook nog een medaille mee naar huis brengen. Ja, geweldig. Ja, mooier kan het toch niet, dames en heren. En niet alleen een applaus, maar ook een groot juich. Een hele harde juich voor Laura Smullen! De burgemeester. Niet meer ingegeven dan nodig is. Ik ben wethouder van sport onder andere. Mijn naam is Eddie Wiesen. Ja, Laura, welkom in Tiel. De plaats waar de BMX wel zeker aanwezig is. In die zin ook heel erg dankjewel dat je hier wilde komen vandaag. In het verleden ben je hier ook nog wel eens geweest. Op een andere podiumplaats, op een andere wedstrijd, op een toernooi. Nu vanuit de Olympische Spelen. Ik vind dat je er bent ook een buitengewoon goede waardering is voor de club. Die voor de 16e keer de vakantiewedstrijden organiseren. Ja, en jij als boegbeeld, de club gaat groeien hier in Tiel. En alle PMX-clubs die gaan groeien in Nederland. Dat komt allemaal bij jou. En uiteraard door al die andere kanjers die hier vandaag gehuldigd zijn. Want we hebben elkaar allemaal nodig wat dat betreft. Het is me ook een genoegen om namens de vereniging DSCC, de wijrijders vanuit Tiel, jou een aparte herdenking aan te mogen bieden. En ik heb nog een tasje vanuit de gemeente Tiel, als zijn wat collectors items in ieder geval. Tiel is de stad van Flipje, dat zal je niet verbazen dat ik ook iets vanuit Flipje voor je heb. Ik mag je deze aanbieden namens de club en uiteraard heel veel succes voor de toekomst.